hele goede dag. Dit is geen review, maar het is gewoon om te laten zien met welke camera ik in de toekomst ga werken en mijn video's ga maken. Op zich is er niet zoveel op aan te merken op deze camera. Dat is de Casio, maar ja, er zijn gewoon dingen die beperkt gaan met lengte van video's maken. Dit gaat maar tot 10 minuten en dan zou je er iets aan moeten plakken eventueel. Ja, of ik moet wat minder ouwehoeren, dat kan natuurlijk ook. Omdat ik de laatste tijd jarig ben geweest, een paar dagen terug, heeft mijn familie, of mijn familie is dan zo aardig geweest om een nieuwe camera als verrassing te kopen. En dat was echt een behoorlijke verrassing, kan ik u wel vertellen. En daarbij denk ik ze nog steeds, en dank ik ze nog steeds aan ze. Welk is het geworden? Nou, ik laat de doos eerst maar even zien, even vlug. Dat is de Sony Cybershot, de DSC-H400, met 20,1 megapixels en 63 optical zoom, met een behoorlijke lens eraan vast. Ja, een vaste lens, dacht ik zo. En een behoorlijk schermpje. Dan kun je alles toch behoorlijk bekijken ook. Ja, de zijkant nog een beetje bekijken. Eventueel wat je er nog bij kunt bestellen. Dat heb ik helaas niet. Standaard wel. Daar staat u deze. Deze camera staat er nu op. En een tasje heb ik ook nog niet. Voor de rest, ja, niet zo heel veel nieuws in feite. Ik moet het nog allemaal nog bekijken hoe dat gaat. Maar goed, wat krijg je er dan wel bij? Natuurlijk de oplader. Die kun je aan twee manieren gebruiken. Natuurlijk normaal in stroom, maar ook via de USB ergens in je laptop of computer, iets dergelijks. Dat is wel handig, wel slim bedacht. Ja, het is ook niet zo'n zwaar ding, het kan overal in. De camera zelf is al behoorlijk gewichtig. En voor de rest natuurlijk een bandje van je schouder eventueel, als je ermee wil lopen. En natuurlijk de accu erbij. Uiteraard. Helaas geen tweede accu, maar misschien komt die ook nog wel. Nou, nu de camera. Dat is dus deze. Oh ja, niet vergeten het lenskapje. En vooral niet vergeten het lenskapje. Dat ben ik inderdaad bijna vergeten met foto's maken. Dat is even wennen. Wat wel zo is, dat is het nadeel. Als je hem dus eraf haalt en je doet hem in je zak. En ja, dan kan je hem misschien kwijtraken. Dat is wel zo, dat is het nadeel. Er moet misschien nog wat op te vinden zijn. Ik vind het ook jammer dat er geen touwtje of iets aan zit. Want dan kan je er misschien nog aan hangen. Ja, het is een fors ding, kan ik u wel vertellen. Dat ben ik zelf ook niet gewend. Ik heb een ietsje grotere camera als de Casio in mijn bezit. Dat wel. Een beetje ouderwets ding, maar zoomt ook in en uit. En werkt nog prima, maar ja, soms wil ik het nog wel eens vergeten mee te nemen. Met deze hopelijk niet. Ja, daar is hij toch te mooi voor. En te veelzijdig voor ook nog een keer. Mooie foto's hoop ik er ook echt mee te maken. Maar vooral ook leuke filmpjes natuurlijk. Ik zal hem eens aandoen trouwens. En dan houden we ermee op. Dan laat ik misschien ook even zien dat het verschil is tussen beide filmpjes. Zo ziet het er dus uit. Daar is mijn camera. En ook mijn stukje van mijn kamer. Zie je ook een beetje. Goed, dat ziet het er zo uit. En natuurlijk zonder lens ziet het er zo uit. Doe hem weer uit. En dat is het. Nou, ik hoop dat ik er echt mee, heel veel mee succes mee heb. En dat zal denk ik wel lukken. Als laatste nog eventjes beide filmpjes laten zien als test. Dat doe ik gewoon even zo. Doe ik deze camera even uit en dan doe ik hem weer aan. Dan kun je het verschil zien. Nou, beide staan ze dus aan.
Alleen de Sony die staat niet op statief, dus die trilt nu natuurlijk. Ik heb hem gewoon in mijn hand. Het gaat nu om het verschil in feite, kleurverschil, diepte. Al kun je de Sony wat meer instellen dan de Casio, dat wel. Maar ik vind op zich, Casio doet het niet verkeerd. En naar mij weten, dat werd mij toen verteld, dat Casio onderdeel is van Sony. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar ze gebruiken beide dezelfde componenten. Nou, dan ziet het verschil. Nou, beide staan ze dus aan. Alleen de Sony die staat niet op statief, dus die trilt nu natuurlijk. Ik heb hem gewoon in mijn hand. Het gaat nu om het verschil in feite, kleurverschil, diepte. Al kun je de Sony wat meer instellen dan de Casio, dat wel. Maar ik vind op zich, Casio doet het niet verkeerd. En naar mij weten, dat werd mij toen verteld, dat Casio onderdeel is van Sony. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar ze gebruiken beide dezelfde componenten. Nou, dan ziet het verschil. Zo, ik heb het heel even anders gedaan. Ik heb ze beide van statief afgehaald. Het is wel zo eerlijk. Zo kun je ook een beetje de kleuren en de kleurverschil zien in feite. Qua filmen. Qua witheid. Of juist niet. Qua helderheid. Ik zie dat de Casio is wat grijzer van kleur. En de Sony, ja, wat helderder. De Sony komt er het dichtste bij qua kleur als je het hebt over de tijger. Is het nog niet helemaal dat wel? Het zit er eigenlijk een beetje in het midden als je het mij vraagt. Maar zo ziet het er dus uit, de snoepjes. Ja, die zien het dan toch weer wat lekkerder uit bij de Casio. Ik zie niet heel veel kleurverschil bij de Sony. Maar het is een kwestie van instellen. Want dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Maar zo krijg ik hem dus in mijn handen. En in feite zo staat hij op de fabriekstand. Laat dat zomaar zeggen. Maar op zich, ja, niet verkeerd. Wat wel mooi is, is dat het beeld lekker breed is. En dat is bij de Casio niet. Nou, dan ziet u het ook weer. Qua geluid weet ik niet hoe het eruit, hoe het klinkt verder nu. Want ik heb hem nu op de filmstand staan. Het was eerst niet. Het was het nog op de fotostand waar je ook kan filmen. Dit is een speciale filmstand van de Sony. Het is toch even, net even anders dan. Zo, ik heb het heel even anders gedaan. Ik heb ze beide van statief afgehaald. Het is wel zo eerlijk. Zo kun je ook een beetje de kleuren en de kleurverschil zien in feite. Qua filmen. Qua witheid. Of juist niet. Qua helderheid. Ik zie dat de Casio is wat grijzer van kleur. En de Sony, ja, wat helderder. De Sony komt er het dichtste bij qua kleur als je het hebt over de tijger. Is het nog niet helemaal dat wel? Het zit er eigenlijk een beetje in het midden als je het mij vraagt. Maar zo ziet het er dus uit, de snoepjes. Ja, die zien het dan toch weer wat lekkerder uit bij de Casio. Ik zie niet heel veel kleurverschil bij de Sony. Maar het is een kwestie van instellen. Dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Maar zo krijg ik hem dus in mijn handen.
In feite, zo staat hij op de fabrieksstand, laat dat zomaar zeggen. Op zich, ja, niet verkeerd. Wat wel mooi is, is dat het beeld lekker breed is en dat is bij de Casio niet. Nou, dan ziet u het ook weer. Qua geluid weet ik niet hoe het eruit, hoe het klinkt. Verder nu, want ik heb hem nu op de filmstand staan. Het was eerst niet. Het was het nog op de fotostand waar je ook kan filmen. Dit is een speciale filmstand van de Sony. Het is toch even, net even anders dan.